Dirk, waar zijn we vandaag? We zijn bij basisschool De Dukkendonk. Wat gaan we doen? We gaan lezen vandaag. Ja. Lezen? Heb jij dat vroeger veel gedaan? Ja, eigenlijk vroeger ook wel veel gelezen. Ook wel buitenschool om. Dus ja, nu een project om kinderen ook enthousiast te maken om te lezen. Dus ja, mooi initiatief denk ik. NEC organiseert alweer voor de 7e keer op rij het project Score een Boek. Waarom is dit een belangrijk project volgens jou? Nou, aan de ene kant denk ik dat de kinderen het heel leuk vinden om te zien dat iemand waar ze misschien een beetje naar opkijken, voetballer, het ook leuk vindt om te lezen. Dus ik denk aan de ene kant kinderen enthousiast maken om te lezen en aan de andere kant laten zien dat lezen belangrijk is. En hopen dat we daarmee het niveau van lezen gewoon hoog kunnen houden. Oh, wat een mooie bontjas heb jij. Fout, riep Wolf haar nijdig toe. Wat heb je een grote tanden, grootmoe? Dat moet je zeggen, ezelskop. Nou ja, dan eet ik je zomaar op. Wij hebben vandaag een speler van NEC op school. Omdat we het project Score een Boek aan het uitrollen zijn. Of nou, eigenlijk is het al heel lang begonnen. En dat is een leesbevorderingsproject vanuit de bibliotheek. En dat organiseren we samen met NEC. En vandaag zijn we, om de extra motivatie wat aan te wakkeren, sturen er een speler heen die gaat voorlezen. En die lekker met de kinderen in gesprek gaat over lezen, maar ook over voetbal. Echt superleuk. Ja. Xavi, wat hebben we vandaag gedaan? Dirk Proper kwam, we mochten eerst vragen stellen en nu mogen we handtekeningen van Dirk. Je mocht eerst vragen stellen, maar daarvoor mocht toch ook nog iets? Had hij iets in zijn handen, zo'n groot ding? Een vlag? Is het net? Nee, een boek. Hij heeft voorgelezen. Kon Dirk het een beetje goed voorlezen? Jawel. Kan jij eigenlijk goed lezen? Soms gaat het wat moeilijk omdat ik dyslexie heb. Ja. Probeer je wel vaak te lezen dan? Ja. Hoeveel boeken heb je al gelezen? Oh, ik denk 3. 3? Ja, 3 of 2. Ik denk 2. Welke was het leukste? Van Royal Daalde. Wat was het ook weer voor een boek? Sjaakje en de Chocoladefabriek. Ja, echt van alles. Ik denk toen ik op een gegeven moment iets ouder werd, werd het een beetje Harry Potter, dat soort boeken. Dus daar moest ik het een beetje in zoeken. En toen je wat jonger was? Ja, waren het wel voetbalboeken? Volgens mij waren het de voetbalgoden. Wat was een serie van een aantal boeken wat ik wel las. De Grijze Jager was volgens mij een serie wat ik nog wel veel gelezen heb. Dus dat waren een beetje de boeken die ik toen las. Dagboek van een Muts, Harry Potter, Thomas en Rutger. Een hele hoop boeken. Heel veel. Ik heb een hele leesboekkast vol staan. Zo. En die heb je allemaal al gelezen of moet je ook nog wat boeken lezen? Ik moet er nog heel veel uitlezen. Ik zit echt telkens in... Ik begin echt als ik in een ander boek begin te lezen, begin ik meteen weer in een ander boek. Wow. Dus jij bent een echte lezer. Waarom vind je lezen zo leuk? Eerst vond ik lezen niet echt heel leuk, maar toen ik meer echt Dagboek van de Muts begon te lezen, toen begon het wel heel erg leuk te worden. Oké. En deze week is het project toch? Score een Boek. Wat is dat voor een project? Een soort wedstrijd. Nou, in groep 5-6 zit er eigenlijk een soort leestip bij kinderen. En is het heel fijn als je ze ergens op kan motiveren om weer aan het lezen te gaan. En voornamelijk bij jongens is dat het geval. En Score een Boek is ooit in het leven geroepen om eigenlijk die leestip extern te kunnen tackelen. Letterlijk, door voetbal in te zetten. Want dat is iets waar voornamelijk ook jongens heel hard op aangaan. En daar komt Score een Boek vandaan. En dat betekent dat je dus samen met een voetbalclub eigenlijk die kinderen weer aan het lezen krijgt. Dus dat betekent dat er nu 9 weken... wekenlang heel veel boeken worden gescoord en ondertussen zit een NEC als tintje eromheen wat zorgt dat ze, als ze al niet gemotiveerd zijn om boeken te gaan lezen, en in ieder geval gemotiveerd zijn dat die speler komt en dan vervolgens komt dat als het hopelijk goed samen en gaan ze na die 9 weken ook door met lezen. Leuke ervaringen. Hier, kijk. Heb je moeilijke vragen gehad bij de persconferentie? Nou, er zaten wel een aantal moeilijke vragen tussen, ja. Wat was de moeilijkste? Op een gegeven moment werd er gevraagd met wat de beste speler is waar je tegen hebt gespeeld. Dat is toch altijd wel een vraag waar je goed over na moet denken. Wat was het allerleukste van vandaag? Dat ze daar een handtekening mogen. Maar die heb je nog niet? Nee, heb ik nog niet. Dus eigenlijk wil je nu heel snel in de rij gaan staan? Ja. Okay. Dankjewel. Doei.